loopt ook de olieprijs op, zien we vandaag. Ja. Hoe komt dat dan? Ja, omdat inmiddels vraag en aanbod goed in balans zijn. Sterker nog, ik denk dat de vraag groter is. Dus de voorraden smelten weg. Dan komen er wat tijdelijke dingetjes bij, zoals dat er misschien weer nieuwe sancties bij Iran bijkomen, waardoor zij minder kunnen gaan exporteren misschien. Dus dat zou nog toevoegen aan het tekort wat er is op de oliemarkt. En het is interessant, want dat tegen de achtergrond van de productie in de VS, kijk even naar dit plaatje, die juist op een recordniveau ligt. Dus je kunt zeggen, ondanks het feit dat Amerika de 10 miljoen vaten per dag gepasseerd heeft, hoogste stand ooit dus, ondanks dat feit blijft die olieprijs stijgen, geeft aan hoe sterk de vraag is in de markt. Nou ja, dus die Amerikanen kunnen ook gewoon lekker verdienen dan met die olieprijs die alleen maar stijgt de laatste tijd. Ja, was dat maar zo. Het is hele dure olie. Het is fracking, hè? Schalieolie. Moet je heel erg je best doen om dat uit die stenen te rammen met heel veel druk en zand en chemicaliën. Kosten gaan omhoog. Ze hebben misschien ook een beetje op verkeerde niveaus de prijzen vastgelegd, gehedged op de termijnmarkt. Maar kijk even naar wat er na investering, dus de vrije kaststroom, dus dit wil zeggen het operationeel resultaat, minus de investeringen. Ja, dan verliezen al die mensen, al die schalieboeren, die verliezen geld. En met name natuurlijk de mensen die hun geld hebben geleend en die hun aandelen hebben gekocht. Dus ja, het gaat crescendo daar, alleen het kost nog steeds heel veel geld. Ja, maar hoe kan het dan dat ze dit nog steeds doen? Ook al kost het zoveel geld, hè? Want hoe houden ze dit dan vol? Dit doen ze door steeds meer bij te boren. En daarom is het ook zo duur, hè? Kijk even naar dit plaatje, daar zie je de toename die erbij is gekomen. Bijvoorbeeld in een periode in een jaar. Minus het verval, want oude schalievelden die verliezen heel snel hun productie. Dus om er iets bij te krijgen moet je enorm veel extra produceren. Dat zie je ook mooi aan het volgende plaatje, de productie in de VS. Nou, die loopt dan inderdaad op. Dat is een beetje een moeilijk plaatje dit misschien, maar elk kleurtje is een ander startjaar. Je ziet dat dat startjaar, de productie van die torens die in dat jaar geplaatst zijn, langzaam leegloopt. Dus als er niks zou gebeuren, zou die productie snel weer afnemen. Dat is dat kleine dipje dan, dat je steeds aan het begin ziet. Precies, ja. En steeds om er weer bovenop te komen, moet er elk jaar weer meer boortons bijkomen. Dus de vraag is even hoe lang ze het volhouden. Oké, maar die velden zijn dus heel duur om goed te behouden. Bovendien heb je ieder jaar weer verval, hè. Ze zijn maar van korte duur. Klopt. Als die productie instort, wat betekent dat dan voor de olieprijs? Nou, we hebben net gezien dat ondanks die recordproductie in de VS van 10 miljoen vaten, die olieprijs aan het stijgen is. Kan je nagaan als die 10 wegzakt naar 9 of 8, of dat we doorhebben dat die gaat zakken. Ja, dan zou die olieprijs nog wel eens veel harder kunnen stijgen. Zeker als de OPEC natuurlijk ook een beetje op de rem blijft trappen. Ja, dan heb je zo olieprijzen van, ik heb al voorspellingen gezien, van $200 per vat. Dus het kan snel weer hard omhoog gaan. We staan nu rond de 80. De vraag is of we zover komen, want als die olieprijs echt doorstijgt, gaat natuurlijk ook de economie kapot maken, de vraagkant. Dus dan heb je weer een hele nieuwe situatie. Maar op korte termijn denkt iedereen dat die olieprijs toch behoorlijk omhoog kan nog.